Deze spellen zijn de afgelopen week nieuw binnengekomen in ons magazijn. En we beginnen hiermee. Frosthaven is binnen. Ik heb hem naar boven moeten sjouwen om hier in de studio terecht te komen. En dat was een behoorlijke uitdaging. 18 kilo schoon aan de haak. Het is ja, misschien wel het meest epische spel wat er is. Ondanks dat ik het nog niet eens gespeeld heb. Het is natuurlijk het vervolg op Gloomhaven. Dat heel lang het beste spel ooit is geweest. Omdat het op 1 stond in de Border Geek Top 100. Dit vervolg erop, op zichzelf staand vervolg erop, wordt net zo goed beoordeeld. Dus men is laaiend enthousiast hierover. We gaan hem zelf ook spelen. Alleen weten we niet wanneer we tijd hebben. Want er zitten wel meer dan 100 scenario's in de doos. Dus je kunt hier echt tijden mee vooruit. Het is 18 kilo, enorm veel scenario's. Een fantastisch spel. Je betaalt er wat voor, maar als je gaat kijken per scenario valt het eigenlijk nog heel erg mee. Dus toch een goede kwaliteitsverhouding in combinatie met je prijs. Dus ga er even naar kijken. Frosthaven is het eerste spel wat binnengekomen is de afgelopen week in ons magazijn. Ik zet nu even op pauze, want ik moet de tafel weer even leegmaken. Tada! En dat geeft weer een hoop ruimte voor andere spellen die zijn binnengekomen. De eerste is een uitbreiding van Valeria Card Kingdoms, namelijk Flames and Frost. Uh, eens even kijken hoor. Nou ja, Valeria Card Kingdoms is een goed beoordeeld kaartspel. En als je dat leuk vindt, kijk even naar deze uitbreiding. Vind je nu überhaupt de wereld van Valeria wel leuk? Want je hebt ook Dice Kingdoms of Valeria. Dat is een leuk uh, dobbelspel. Dus als je houdt van de wereld van Valeria, ga er even naar kijken. Ook nieuw is Tiger Stripes, de card game. Hier weet ik eigenlijk niet zo heel veel van. Uh, je bent een jonge tijger en je moet proberen om je strepen te verdienen. Uh, dus je moet zorgen dat je een uh, 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 matching sets gaat verzamelen van Prey cards. Om uiteindelijk jouw strepen te verdienen. De eerste speler die 7 strepen verdient, wint het spel. Het ziet er super schattig uit. Het is eenmalig, 2 tot 4 spelers, 15 minuten en vanaf 7 jaar. Dus als je houdt van niet al te ingewikkelde kaartspellen, aanrader. Ja, ook een hele leuke release deze week. Dat is Unlock. Kids, dat is de Nederlandse versie al. Het tweede deel van de Unlock Kids-serie. Dat zijn dus escape room spellen voor de wat jongere kinderen. Het is vanaf 6 jaar al. Je doet 20 minuten over ongeveer een van de escape rooms. En het is voor 1 tot 4 spelers. Er zitten 3 in de doos. Je hebt prehistorisch ommetjes. Bezoek een wereld van erg lang geleden. Bezoek de grotten om hun ware kleuren te ontdekken. En onderzoek de langharige dief. Wat je ook hebt is de geheimen van Hatshepsut, dat is een koningin van Egypte. Ontdek de geheimen van Hatshepsut, de koningin van Egypte. En een van de eerste vrouwen die een heilige Farao was. En als laatste heb je Welkom in Goudstad, een oude goudmijn, een bankoverval. Welkom in de wereld van het legendarische Wilde Westen. Eerste deel wordt heel goed beoordeeld, dus ik kan me voorstellen dat er veel fans zijn voor Unlock Kids. En dan even twee spellen die weer terug op voorraad zijn. Het was niet super druk deze week, dus ik denk ik geef tussendoor even wat tips. En wat dacht je bijvoorbeeld van een nieuwe versie van Quirkle? Het spel is hetzelfde, maar het zit net iets anders verpakt. Binnengekomen en sinds lange tijd weer leverbaar. De hit van vorig jaar, Het Witte Kasteel. Hele goede prijs-kwaliteitverhouding. Dus als je nog niet gespeeld hebt, ga er even naar kijken. Want dit is minder dan 30 euro voor een heel goed instap-expertspel. Dan ook nieuw is Back to the Future, Back in Time. Ik heb de films nooit gezien. Please oordeel niet over me, maar dat moet ik nog een keer doen. Spel ook nog niet gespeeld, maar even kijken hoor. Het gaat erover dat Doc een uh, time-machine heeft gebouwd uh, in een auto. En uiteindelijk ga je terug in de tijd en moet je proberen samen te werken. En ga je over heel Valley bewegen om uiteindelijk de DeLorean klaar te krijgen. En je moet daarnaast Biff ontwijken, en zijn gang die erbij hoort. En je moet George en Lorraine helpen om verliefd te worden. Nou, ik gok dat het hele plot van de film er ongeveer in zit. Dus die hoef ik ook niet meer te zien. Back to the Future Back in Time bordspel. Kijk er even naar. Aqua. En mocht je nou denken, ja, die heb ik al lang thuis, wat is hier nieuw aan? Dit is de Engelse versie. De Nederlandse versie is al een tijdje. Maar mocht je denken, ik speel het liever, dit taalafhankelijke spel, in het Engels. Dan kan dat. Die is dus ook beschikbaar. Um, een uitbreiding voor Endangered, namelijk Nieuw Species. Endangered is een coöperatief spel waarbij je probeert om dieren te redden. En dat ga je in dit spel nog steeds doen, in deze uitbreiding. Maar het voegt een aantal dieren toe: namelijk de olifanten, de polar bears, de Californische condor, de uh, zeeschilpadden, de jaguar en de Devil's Hole dat is een van de zeldzaamste vissen in de wereld. Nou, ja, als hij uitsterft, wordt hij alleen maar zeldzamer. Dat is dus niet de bedoeling. Je moet ze proberen te redden. En nog twee spellen die ook binnengekomen zijn, maar die er al waren, maar nou, ze waren een tijd uitverkocht. Dus we eindigen nog even met twee tips voor jullie: namelijk de Nederlandse The Half Cats is weer beschikbaar. En het heeft even geduurd, maar de Nederlandse Terraforming Mars is er eindelijk ook weer. Mocht je deze hit nog niet gespeeld hebben, ga hem spelen, want hij is erg populair en dat met een reden. Goed, ik ben heel benieuwd wat jouw favoriet is. Als het niet Frost Even is, laat het even weten, want dan ben ik licht verbaasd. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze video en heel graag tot de volgende. Vond je dit nou een leuke video? Word dan lid van de DC Club via Petje Af. Ja, dan support je ons niet alleen, maar je krijgt zelf ook een heleboel voordelen. Zoals extra korting, nieuwe aanbiedingen, de Telegram-groep die geen moment stilstaat, kerstkaartjes, clubdagen. Het is eigenlijk te veel om op te noemen. Zeker, zie je daar!